van harte welkom hier op de kermis in Maasmechelen. Maasmechelen, kleine stad hier in België. En hier staan we de winterkermis zoals vorig jaar ook. Deze tweede editie. En daar heb je dan het basketbalgamespel. Heb je het basketbalgamespel hier? En dat is altijd heel leuk om te zien. Dan kun je dan de prijzen mee winnen. Verder op het touwtje trekken. Ook altijd leuk om te doen. En hier onder andere de kindermolen, de Disney Star. Ook kun je lekker eten en drinken. En vooral hier op de kermis in Maasmechelen staat ook een binnenstand waar je een lekker warme chocola kunt krijgen. We hebben de Seasternbaan van Leemest aanwezig. Een heel leuke bootjesmolen met verschillende ledverlichting erop en eraan. En het hier... Daar gaan we weer met de bootjes van Leemest, de Seasternbaan. Eigenlijk hier op de kermis in Maasmechelen. We gaan een stukje fun maken, we gaan een stukje lossen leven. We gaan vooral kou leien. Hoppa! Lekker hoor! Okay. En op en neer, en op en neer. Hier, daar gaan we weer. En Maasmechelen zit hier natuurlijk. Daar gaan we achterin rijden natuurlijk. Maar deze zelfs op bootjes zal het hier ook
op mij naar binnen. En natuurlijk de kerstboom wat er aan verlichting natuurlijk in zit. Het is vandaag niet super druk, maar wel hartstikke leuk. Ook autoscooters mogen die nu ontbreken hier op de kermis. En dit is dan natuurlijk de autoscooter hier. We gaan natuurlijk even kijken wat hier allemaal binnen te beleven is. En we zien een aantal mensen wat dat leuk zijn om autoscooters hebben gemaakt. Ja, ook natuurlijk de snoepkramers aanwezig van de familie natuurlijk. Hartstikke leuk. En dit was eigenlijk de tent van vorig jaar, wat vorig jaar eigenlijk het eten en ja, drinken verkocht wordt vooral. En hier heb je de Wild Boys van Urkis. Heel mooi in de led verlegd daar. En bovenin de Tiel een heel nieuw bord sinds vorig jaar hier op deze winterkermis. Hier dan de frituur hier op de kermis. Met lekkere frietjes en hapjes en daar gedaan. En dan hier natuurlijk de kraantjes en zo. Lekker warm hier binnen natuurlijk. Deze zijn nieuw van dit jaar. Deze hier op de kermis. Ja, zal ik nog even binnen een stukje filmen natuurlijk. Kijk daar, de Minnie Mouse. Hier natuurlijk lumpia's. Kipse thee, croque monsieur. En we hebben de Crazy Dance van Tantilo. Ook hier weer aanwezig op deze kermis. Dat is gewoon leuk. Heel leuke ritten die deze mogelijkheid. Gaat er lekker natuurlijk boven. En soms kun je er zelfs in spinnen als een moet hoor. Ja, we dan hier dan natuurlijk het boog schieten. Ook dat leuk te doen met doelen achterin zitten de ballonnen. Hier nog een leuke kleine mini-molen voor de kinderen met overdekking. Een mooie kerstversiering aanwezig, ook kerstboompjes zijn aanwezig. En hier dan het ringgooien en dan kun je even vinden wat erin ligt. En onder andere hier nog het eendjes hengelen. Hier heb je dan de Dance Factory van Grijf hier. Dat is een bedienmolen. Vroeger werd deze gebouwd door Sobey, maar sommigen zijn gebouwd onder eigen bedrijf en dergelijke. Even de vraag welke soort deze is. Ik weet het even niet meer oud. Hier dan het eentjespel en zo. Het wc-spel eigenlijk. En de Power Wave. Ook deze is aanwezig hier op de kermis. En dan hebben we de kinderhard scooters. Die zijn er ook. Hier dan pizza en pasta. De smoutenbollen van Julia, zoals we vorig jaar gegeten hebben hier op de winterkermis. Het mas mechelen. Hier natuurlijk het schieten, altijd leuk om te doen. En hier onder andere nog de grill. Hoe kan dat anders, hè? Lekker eten moet ook. En dan de ringcoaster. Ook een heel mooie zaak om te zien met de verlichting daarop. Mooie ledverlichting erbij, alles erop en eraan. Ook hier aan de overzijde, de Impact natuurlijk. Super mooi in de verlichting. Ah ja, kippenspel, moeten de kippen de draad van zitten krijgen. Er staan een aantal punten erop wat je ervan krijgt. En hier natuurlijk een magnetic game met allerlei verschillende diersoorten. Hier de Golden Casino. En dan hebben we hier een trampoline springen nog. En de Euroflyer is ook aanwezig hier op de kermis. Villa Waanzin, Villa Chaos. De Party House.
Vele namen staan hier op. Een hartstikke leuk funhuis om te zien hier. Ook heel leuk om te doen natuurlijk. We zullen de toekomst al deze keer meepakken. Ook een blik gooien mag niet ontbreken hier op de kermis. En dat is natuurlijk heel leuk om te doen altijd. Ja, dat was hier de reportage hier op deze winterkermis hier in Maasmecht. Ik hoop dat jullie het heel leuk hebben gevonden. Natuurlijk kom ik tussendoor ook andere benen voorbij. En ik wens jullie tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te subscriben. Tot de volgende keer.